Eind december had jij een principeakkoord met Feyenoord. En nu heb je officieel je contract getekend tot medio 2023. Hoe sta jij hier? Ja, super blij natuurlijk met het vertrouwen van de club. Ik ben gewoon ontzettend trots dat ik dit contract heb mogen tekenen. Geeft een hoop vertrouwen. En ik kijk met veel plezier uit naar de toekomst van mezelf. Ja, want je ligt ruim 4 jaar vast nu. Dan kan er heel veel gebeuren. Waar spreekt voor jou het meeste vertrouwen uit? Dat ze gewoon zo snel met het aanbod zijn gekomen van een 4-jarig contract. Ik ben nu net 18 geworden. Maar dan al de zekerheid hebben van 4 jaar erbij is natuurlijk gewoon ontzettend fijn. En daar ben ik de club ook dankbaar voor. Je bent de jongen van de club. Jij traint dit seizoen volle bak mee met het eerste. Maar je speelt ook je wedstrijden bij Jong Feyenoord en Feyenoord onder 19. Je plukt van alles de vruchten mee. Ja, zeker. Je kan overal leren. En bij het eerste kan je mooi zien hoe de jongens dat nu doen. En daar kan je gewoon heel veel van leren van de spelers waarmee je op het veld staat. En je ziet gewoon wat hun voor het spelletje over hebben. En daardoor word je zelf meer bewust van hoe je precies prof moet zijn. En hoe je dan moet gedragen in je houding. En noem het allemaal maar op wat erbij komt kijken. En tegelijkertijd kan ik ook mooie minuten maken bij onder 19 en bij Jong Feyenoord. Waardoor het voor mij de ideale situatie is. Ja, want hoe is het voor jou om eigenlijk bij 3 teams aangesloten te zijn? Niet altijd makkelijk. Zeker als je bijvoorbeeld soms niet kan meetrainen met een onder 19 en dan op zaterdag moet spelen. Maar ik denk dat ik daar zelf alleen maar sterker van word en beter van word. Door me snel aan te passen aan het team. En ik denk dat ik daar alleen maar beter van word. Je hebt inmiddels je officiële debuut al gemaakt, Europees en voor de beker. Wat is voor jou nu het grote doel? Ja, basisspeler worden. Ik heb nu 4 jaar verlengd. En in die 4 jaar moet ik gewoon uiteindelijk basisspeler van Feyenoord gaan worden. En ook belangrijk gaan zijn voor het elftal. Dus dat is nu mijn volgende doel. Nu loop je al een tijdje mee bij deze club. Maar dan zie ik toch nog heel veel familieleden bij zo'n contractondertekening. Hoe belangrijk is het voor jouw familie? Ja, ook ontzettend belangrijk. Maar vooral ook vindt iedereen het gewoon ontzettend leuk voor me. En zijn ze trots op me. Want ze zijn echt een Feyenoord familie. En ik bedoel, dat weet iedereen wel. En dat is nu wel gezegd. Maar dat ik dan mijn contract nu mag verlengen. Daar is iedereen gewoon ontzettend trots op. En daar wilde ik ze ook graag bij hebben.